Dat Surinamers van lekker eten houden is al onbekend. De Surinaamse keuken kent diverse traditionele gerechten waarin vis en vlees zijn verwerkt. Er is nu een andere trend waarneembaar waarbij vis en vlees geen rol spelen. Vegan food of plantaardig voedsel. Voor het toerisme is dit een must, willen we verschillende culinaire keukens aanbieden aan vakantiegangers. Eigenlijk hou ik ervan om... Of dit is eigenlijk altijd het idee geweest als ik ooit eens een shop zou openen, een concept store. Omdat ik hou ervan om verschillende dingen te doen, verschillende creatieve dingen te doen. En gewoon dingen waarvan ik hou. Dus eigenlijk ben ik zo erop gekomen. Dus eerst was het gewoon alleen kleding. Dus, maar toen dacht ik, oké, wat kan erbij? En omdat ik al gewoon aan het koken was thuis en ik me... En ik foto's deelde van het eten op social media en mensen reageerden erop. Goed, ze reageerden goed erop. Toen dacht ik van oké, maybe I should. De liefde van heel veel mensen gaat door hun maag. Het is belangrijk dat we kennis hebben van de verschillende culinaire gerechten die internationaal gangbaar zijn. De wereld is aan het veranderen en vis en vlees worden steeds vaker verruild voor plantaardig voedsel. Het is daarom belangrijk dat culinair Suriname het menu aanvult met vegan food. Oké, dus nu is er wel, we zijn nu in een crisis, maar belangrijk is dat je bent gestart, dat ik ben gestart, zodat ik dan alvast bekendheid kan krijgen. Maar wanneer het weer booming wordt met toeristen en iedereen gewoon een beetje weer vrij is, dan, ja, dan zie ik wel veel meer succes eigenlijk. Dus ik kijk er naartoe, ja. De uitdaging om nieuwe dingen uit te proberen zit in het denken. Wennen aan nieuwe culinaire gerechten zal niet gemakkelijk gaan, maar volgens Meredith Yuruya vindt men het best lekker. Dus elke dag komen er verschillende mensen naar hier, non-vegans ook. En ik denk dat ze gewoon op zoek zijn naar iets nieuws, waardoor ze naar hier komen en dan proberen en gewoon proeven dat het goed is. Dus ik heb goede reacties gehad en nog steeds ook. Wat ook niet kan ontbreken bij gezonde voeding is CMOS. Dit project is namelijk ook heel goed voor de longen. CMOS bevat meer dan 92 mineralen. Meredith gebruikt nu ook CMOS om gezonde drankjes klaar te maken. CMOS is eigenlijk goed, is eigenlijk gewoon een superfood. Omdat het die basic bevat 92 mineralen en die Blessing by Baba 102 mineralen. En het is goed voor je longen, vooral nu tijdens COVID bijvoorbeeld. Het is ook goed om af te slanken. En het is gewoon een superfood om zo te zeggen. And you can use it for everything.